Maar hij was juist helemaal gecharmeerd door die oude rommelwijken waar al die verschillende bevolkingsgroepen door elkaar liepen. Waar je naar het Arabische kwartier en het Chinese kwartier. En de, ja, heel romantisch hoor. Het is echt een man van de 19e eeuw. Hij is een romanticus, blijkt dan te zijn. Hij blijkt een beetje orientalistisch te zijn. En gewoon heel erg gecharmeerd van een echte toerist op dat moment. Van een poortje en een pleintje en een doorkijkje. Als je die tekeningen ziet die hij gemaakt heeft, heel veel van die wat romantische blikken inderdaad op die oude steden. En ja, daar werd hij eigenlijk door geraakt.